bezoeken we de kunstveiling in de Grote Waal, het wijkcentrum. Het is hier een komen en gaan van kunstenaars met de meest uiteenlopende zaken. We hebben gezien schilderijen, mozaïek, beelden, echt hele leuke dingen. Laten we even naar binnen gaan om te kijken wat er allemaal te beleven is. Goedemiddag. U bent van welke stichting? Nou, ik ben niet van een stichting. Ik ben gewoon een vrijwilliger hier in de wijk. Die soms evenementen organiseert. En dit doen we samen met Stichting Netwerk. Dat we dus de aankomende kunstenaars de gelegenheid geven om producten te laten zien. En ook wat te verkopen. Want ja, het kunstenaarsvak, dat kost ook een paar centen. En we vinden het leuk om de aankomende kunstenaars de gelegenheid te geven om te promoten hierop. Kunt u ons uitleggen wat uw thema is hier bij deze schilderijen? Van alles wat. Ik maak verschillende soorten schilderijen. En de een is figuratief en de ander is weer wat moderner. En eigenlijk van alles. Hoe komt u nou op het idee bijvoorbeeld van deze schoenen? Ontzettend leuk idee. Ja, ik heb op een gegeven moment een keer zie je dat in een schoenenwinkel een reclame dingetje. En dan denk ik, dat is ook wel leuk om te doen. Ja. Nou, prachtig, van die felle kleuren. Echt heel leuk gedaan. Die u maakt, komen die ook eigenlijk afkomstig ook uit Turkije, ideeën uit Turkije? Ja, soms wel. Soms. Ik heb een paar schilderijen ook van uit Turkije gekozen. Bijvoorbeeld de achterkant in Istanbul, in de straat van Istanbul. Ook, ik ben bezig thuis ook een straat te maken, nog extra zeeschilderijen, landschap. Bezig, maar niet te veel eigenlijk. Meer eigenlijk, ik werk na tekenen en ik zit nu ook opleiding. Ik ben wat meer bezig opleiding opdrachten. En welk schilderij gaat u vandaag in de veiling verkopen, hoopt u? Geen idee, maar ik wil hier, ik heb na tekenen, keukenmeid, bekende schilderij eigenlijk. Ik wil deze veiling zetten, ook misschien een landschap ook zo is. Met wat voor verf zijn al deze schilderijen gemaakt? Het merendeel is met olie. En sommige, die kan je wel zien, die zijn wat schraler van structuur. Wat zo glimt, dat is olie. En wat niet zo glimt, dat is acryl. En qua prijsstelling, even ruw van het minimum naar het maximum? Olieverf is veel duurder. Minimum 30 euro, denk ik. Maximum toch wel 200. 250 eigenlijk. Dat zijn prachtige stukken. Heel veel succes. Ook de kunstenaars, de kunstwerken op hun plaats zetten. Met de prijzen erbij. Hoe gaat het vandaag? Het gaat prima. Ja? Ja, ik kan de vlag wat hangen, denk ik. Echt waar? Ja, echt waar. Geweldig. Je moet lekker door en zo de belangstelling. Oké. Dat wordt een heel groot succes. Nou, we gaan zo even bij de veiling kijken. Ja, helemaal mooi. Hier. Mozaïek. Hoe maakt u dat? Er zijn bestaande dingen, zijn zo bijvoorbeeld de beelden. Maar deze, de vogelhuisjes, die maken we zelf van PVC-buis. En het hout, dat doet mijn vriend en dan bewerk ik hem. Dat ziet er prachtig uit. En ze doen het echt, want de vogeltjes komen erin. Ook niet onbelangrijk, ja, hè, dat precies. Het ook werkelijk werkt. €70, €70, dat is de kop.